Ik sta vandaag in het appartement van Sasha. Een styliste die niet alleen andere mensen mooi maakt, maar er zelf ook fantastisch uitziet. Dus ik ga haar kleerkast checken, maar eerst koffie. Sasha, merci voor de koffie. Alsjeblieft. En dankjewel dat ik hier in uw prachtige appartementen mag langskomen. Ja, gezellig. Nu, ik ken u al een tijdje. Voor degenen die u niet kennen, jij bent stylist en Instagram personality, van mij weten. Maar vertel zelf eens wat uw job zoal inhoudt. Ik ben markt- en communicatiemanager voor de boutiques van Prinses hier in Antwerpen. En daarnaast doe ik ook styling van editorials en freelance als stylist hier in Antwerpen en omstreken. Ja. En ja, daarnaast ben ik bezig met Instagram tussendoor, foto's maken en zo. Ik vind het altijd zo fascinerend van die stylisten. Die zijn al heel de dag bezig met kleren en andere mensen zo mooi te maken. Hoe in godsnaam heb je nog elke ochtend de moed om zelf jezelf zo mooi aan te kleden, vraag ik me af. Als ik met styling bezig ben, heb ik er ook niet zo'n zin in zelf. Dan wil ik gewoon praktisch en dan ben ik bezig met de mensen. Mm-hmm. Maar ik ben sowieso iemand die mij kleedt naar mijn moed. Ja. Ik ben niet van de hele ingewikkelde outfits. Nee. Soms gek is gek, maar eigenlijk ben ik heel simpel altijd gekleed. Dus. Maar ik zeg het nu zelf al, sober maar fijn. Is dat zelf hoe dat je je stijl zou omschrijven of hoe zit je dat? Ik zou mijn stijl denk ik het best omschrijven als minimalistisch wel, denk ik. Mm-hmm. Vrouwelijk, maar toch cool. Mm. Ik ben niet girly. Nee, maar zo wel ook voor details, vind ik. Ja, ik probeer altijd wel iets aan mijn outfit toe te voegen. Want ja, verder is het basic, maar... Right, ik ben nu wel echt benieuwd naar uw kast eigenlijk. Gaan we eens in de slaapkamer kijken? Hij staat eigenlijk gewoon in de woonkamer. In de living? Ja. Love it! Ben je handig? Kunt je zo vanuit je zetel 's ochtends... Kijken wat ik aan wil gaan kijken doen. Kijken we aan. Ja. Oké, gaan we een kijkje nemen? We gaan een kijkje nemen. Dat is goed. Mijn kast. Dat is een stevige kast. Veel kleren. Veel, ja. Maar wel mooi opgeruimd. Iemand is voorbereid. Ik ben altijd voorbereid, anders snap ik niet meer wat ik aan moet trekken. Oh. Ik zie wel weinig kleur. Kan dat? Ja, ik hou niet superveel van kleur, maar ik begin de laatste tijd zo een beetje meer variatie in mijn kast. Mm-hmm. Zoals ruitenhemdjes in kleur vind ik dan wel tof. Hoe draag je dat? Want ik kan me voorstellen dat mijn broer dat ook zou dragen, bijvoorbeeld. Ik draag dit meestal of gewoon met een jeans en een hakje, of met een leren legging. Maar soms knoop ik het ook anders en draag ik het als een rokje. Oeh. Dus ik doe zo wat ik zin in heb. Oeh, dat is gedurfd. Dat is slim. Deze spannende broek. Je krijgt hem zo niet uit elkaar. En plakt. Ja. Wow. Ja, dat vind ik dan wel Kijk, weer tof. Ik heb er ook zo in en dat is echt, dat staat bij alles. Must have, hè? Dat staat bij alles. Ja. Dat is echt. Oké, dat is een beetje durven in het begin. En je maakt geluid als je wandelt. Maar het is mooi. Dat is deze. Classic jeansjasje. Maar met strong shoulder. Dus daar zit... Er zit zo'n 80s padding in. Ja. Cool. Ik wil wel eens zien. Het is heftig. Je moet hem niet combineren met de lakbroek. Maar... Nee, met de lakbroek wordt het wel heel 80s. Ja. Met die witte botjes ook. Ook maar... iets too much, hè? Maar het gaat u wel. Het is wel elegant. Ja, ik ben er heel blij mee. Zijn terug. Voor mij wel, ja. Ja, maar dan niet met knalkleur. Nee. Rustig. Gewoon rustig. Ja. Rustig. Gewoon rustig ethisch. Oké. Goeie trend. De schoenenkast. Dus ja, dit is het. Dit is het. En wat zijn zo uw favoriete schoenen van dit moment? Die je echt altijd draagt. Ik ben een beetje into cowboy boots de laatste tijd. Dus ik heb deze, die zijn al wel wat ouder. Super mooi. Maar die heb ik nu de laatste tijd in één keer veel aan. Kijk, daar is er gewoon een. Dit zijn mijn duurste schoenen, maar die zijn niet super praktisch voor in Antwerpen. En draag je ze soms? Ja, jawel. Als ik een feestje heb, een zitfeestje. Dan is het wel altijd. Dan houd je ze wel boven. Toch een goede investering geweest dan? Ja, jawel. Voor hakken lopen ze heel comfortabel. Ze zijn heel mooi. Dankjewel. En waar zat daar die glitter? Glitter. Ook nog meer glitter. Diamanten. Ja, vind ik leuk. Van de zomer heb ik die gekocht in Spanje. Cute. Dat is wel gedurfd, hè?
voor uw... Ja, mijn schoenen zijn iets gedurfder dan mijn kleding meestal. Ja, dat zie ik wel direct. Ja, die vond ik gewoon tof. En deze van de Sasha. Gewoon leopard. Mijn eigen naam in mijn schoenen is toch wel te goed. Oh, dat snap ik. Sasha. Essentials. Dat is goed voor uw eigen kleding nemen. Sasha Essentials. Het bestaat al. Het bestaat al. Sasha, wat zijn nu voor u zo echt uw herfst essentials? Die hangen hier, denk ik. Deze trenchcoat. Ook van de Mango. Mooi, maar, zo lang ook. Ja, ik vind dat tof dat dat zo niet de klassieke trench is, maar zo oversized. Dan maakt het zo net wat stoerder. Ja. Waar ik wel echt van hou. Dus mooi. Die. Ik hou ook wel een beetje van luipaard. Dat heb ik al gemerkt. In de kast? Ja, toch een af en toe zit er toch een printje. Dit is wel zo'n fijn tussenseizoen jasje waar ik ook van Gani. Ik zie veel Gani. Ja, ik ben een fan van Gani ook, ja. Ik zie je er ook wel in. Goeie merk. Ja. En ik zie daar nog zo wat winters dat zijn hoofdtekseltjes, zoals jullie zeggen, ja. Ja. deze. Zo'n cap. Ja, ik vind dat... En niet veel mensen durven dat, hè. En niet veel mensen kunnen dat aan ook niet, hè. Ik vind het heel tof als je gewoon... Net als ik soms gewoon ben ik in een t-shirtje en gewoon in jeans. En dan vind ik zo'n item wel tof om zo net een gek iets aan je outfit... Af te maken. Ja. Ja. Alright, Sasha. Dikke merci dat ik vandaag in uw prachtige kleerkast mag komen neuzen. Geen dank, gezellig. Ik heb nog één vraag voor u. Wilt je mij stylen in een typische Sasha-outfit? Ja, tuurlijk. Als jullie willen zien in welke outfit ik Paulien stel, kijk dan zeker komende zaterdag naar het Contour-kanaal. Vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal, want er komen nog mega veel coole video's aan. En als je deze video leuk vindt, geef dan zeker een thumbs up. Bye!